Dallas, Texas. Brox Clover op de gele motorfiets doet mee aan een nationale motorracewedstrijd. En hij aast op de beker. Hij heeft er zin in. Zijn aartsrivaal David Bailey rijdt vlak achter hem. Brox Clover trying to hold on. Bailey is putting the pressure on him. These guys are tough. They've got to be in top physical condition. Omdat de finish nadert, haalt Brock David in bij de binnenbocht. Maar dan vallen de twee bovenop elkaar. Brock's motor slaat over de reling en komt in het publiek terecht. Hij probeert uit alle macht de motor vast te houden, maar die knalt tegen de reling en wordt het publiek ingelanceerd. I didn't realize it's going straight by itself up the bank, and you know, I didn't realize it could carry the maybe 10 feet or 15 feet up into the stand. Zowel Brock als de toeschouwer die het ding bovenop hem kreeg zijn ongedeerd. The gentleman that the bike didn't land on came up to me after the race and he was, you know, kind of excited and said, "Hey, I was the guy that your bike landed on," and I'm like, "Are you okay?" And he's like, "Yeah." And as a matter of fact, I gave him my racing jersey as a souvenir. Leuk zo'n cadeautje. Heel fijn.